Plantage-eigenaren hebben gratis stukken grond gegeven aan de evangelische broedergemeente EBG. Om te voorkomen dat tot slaafgemaakten gewelddadig zouden worden en de plantages zouden verlaten na de afschaffing van de slavernij. Deze christelijke stroming moest de rust op de plantages behouden en de productie helpen garanderen. Dit haalde Elvira Sandy, schrijver van het jubileumboek 165 jaar Bersaba, gisteren bij de maandelijkse bijeenkomst van de schrijversgroep 77 aan. Hoewel de EBG op meerdere plantages grond gratis heeft gekregen, heeft zij zelf ook wel gekocht. Gewelddadig zouden worden naar hun toe. Dus ze hebben ervoor gezorgd om inderdaad vanuit het christendom die rust te garanderen. En het is ze gelukt als strategie. En daarvoor kreeg de EBG in ruil grond. Op sommige plantages hebben ze gekocht, heeft de EBG grond gekocht. Een plantage Overtoom bijvoorbeeld, dat hebben ze gekocht. Ja, andere plantages hebben ze gehad, zoals bij ons. En op andere plantages heeft de overheid ze gegeven. Dus het is een aparte geschiedenis op zich om te weten hoe de EBG en de RK daar vaste voet aan de grond kregen. Sandy benadrukte dat het voor de tot slaafgemaakten belangrijk was dat ze de plantages behielden na de afschaffing van de slavernij. Ze legt uit dat ook de tot slaafgemaakten een geschiedenis hadden met de grond en dat wilden behouden. Behielden. Het waren plantages die ze eeuwenlang hadden bewerkt, bewoond. De biesmak, de beerdraven, de liggen begraafplaatsen op de plantages. En die verbondenheid met de grond wilden ze behouden. De verbondenheid met de familie ook. En dat was dus de drijfveer om te zeggen, hier, adotijas unek mokokuja, na unum, na un broeru lonja, wij kopen het. Dus dat was de grote drijfveer, het behoud van die gemeenschap en de ontwikkeling daarvan natuurlijk. Gemeenschaps. Op de themaavond van de schrijversgroep heeft Lal Gurdayal zijn debuutroman Terugkeer van Peshat gepresenteerd.